Wij troffen rond 4:50 een auto in deze autogarage aan, brandend. Wij troffen de auto eigenlijk halverwege de deuropening aan, of tenminste in een dusdanige positie dat je mag verwachten dat die zo niet weg is gezet, zal ik maar zeggen. Dat is ook de reden dat de politie onderzoek gaat doen naar de toedracht eigenlijk van de brand. Lijkt op een ramkraak. Ja, daar lijkt het inderdaad op, alleen dat zal onderzocht moeten worden door de politie of dat het inderdaad zo is. Ja, het is een bedrijf dat redelijk exclusieve auto's handelt, wat duurdere modellen, wat duurdere uitvoeringen. Dan zit je toch al gauw te denken aan heel veel schade, ook met rook. Ja, los van het feit of het dure of niet dure auto's zijn, je hebt uiteraard met rookschade heb je al snel een hele hoop schade. Ja, en in dit geval, doordat er een auto binnen in het pand heeft gebrand, of twee eigenlijk, heb je snel veel rookschade. Hebben jullie mensen materieel ingezet? Wij zijn hier aanvankelijk begonnen met twee brandweerauto's, twee tankuitspuiten noemen wij dan, en een hoogwerker. En die hoogwerker hebben we gebruikt om boven eventueel nog wat luiken open te kunnen maken, om de rook wat sneller te kunnen laten ontsnappen. Vinden jullie een moeilijke brand of was die op zich de brand zelf snel onder controle? Ja, het was eigenlijk een heel eenvoudige brand, omdat het in feite een normale autobrand was, alleen dan in een pand. En door snel die auto's af te blussen ben je eigenlijk ook vrij snel brandmeester. Alleen ja, zoals gezegd, een enorme hoeveelheid rook in het pand. En die proberen we dus met ventilatie eruit te krijgen.